2015. 2 jaar nadat Joyce ons leerde twerken. Had Kanye West een flink bizarre aankondiging? I have decided in 2020 to run for president. Holy shit! Werd de whip zo groot dat zelfs docenten meededen. En zorgde Drake voor de beste memes. Pas 38 jaar nadat iedereen een computer voor in huis kon kopen, maar al 57 jaar na het ontwikkelen van het eerste computerspel, genaamd OXO. Alleen, hier konden we niet echt goed videomateriaal van vinden, dus laten we het spel zien dat hierna werd ontwikkeld. Tennis for Two. Het was ook het jaar dat Snapchat populairder werd dan Vine en Instagram bij elkaar. Dat het nieuws veel vaker verspreid werd via Twitter. En dat iedereen doorkreeg dat je echt steenrijk kan worden met een goed lopend social media kanaal. Het is ook het jaar dat Anonymous een full-on hack attack startte tegen IS. Het jaar dat het MOTY met de tentoonstelling Born Digital een nieuwe generatie kunstenaars en de digitale revolutie omarmde. 2 jaar nadat het MoMA in New York 14 videogames opnam in de vaste collectie. Het jaar dat iedereen een belieber werd. Oh ja, en 10 jaar nadat de eerste persoon een kapsalon had. In 2015 schreef mama deze oproep uit. Wil jij alles weten over games? Meld je dan aan voor Animated Youngsters. Als je wordt geselecteerd, ga je een half jaar leren over kunst, gaming en de invloed hiervan op je leven. Na 2 selectierondes werden 11 jongeren geselecteerd. Iris, Bart, Jeroen, Mohammed, Nika, Teun, Pien, Quinten, Mohammed, Rick en Melissa. En aan dit collectief werden 2 coaches toegevoegd. Ah, net binnen. Wat wil je doen? Kijk, ik ga nu in het zwart. Hoe kan ik ooit winnen? Kom hier. Waar ben ik? Waarom kan ik niet hierheen? Oh, ik spring ook weer. Nee. Waar ben ik dan? Ik heb 1 punt. Moet je dat gewoon doen? Nee, ik weet toch niet wat ik aan het doen ben. Nee! Ik was regenboog. Hallo. Hi. Heel divers. In zowel achtergrond als schooladvies als studierichting. En daardoor heb je denk ik een hele diverse groep die heel erg aan elkaar gewaagd gaat zijn, denk ik. Vooral ook in die samenwerkingen. En het is nog wel ook echt aftasten. Er zitten er een paar bij van dezelfde school. Die blijven toch wel een beetje bij elkaar plakken. Dat is normaal. Je blijft een beetje bij de mensen die je kent en gaat van daaruit verkennen. Melissa is best wel stoer. Onwijs een fan van Mass Effect. Sprint, Shepard, sprint. Wat ik zo bijzonder vind aan Quinten is dat hij zo in zijn enthousiasme kan hij volgens mij echt iedereen meenemen. Maar je moet zelf een soort van via verhaallijn zoeken erin. Van Teun heb ik het idee dat hij nu nog een beetje onzeker is. Dus of hij blijft heel erg op de achtergrond, of hij gaat helemaal knallen en zichzelf. Ja, maar kijk, nee, maar ik kan niet altijd verliezen. In het begin krijg je in het spel 24 uur, dus 1 dag. En dan komen de gevangenen binnen. En dan moet alles zeg maar al klaarstaan. Het is denk ik een goed voorbeeld van dat je eigenlijk overal wel een spel van kan maken. Ja. Dit is Mohammed. Hij is 18 jaar en heeft zijn eigen bedrijf. Hij maakt websites en verricht diverse ICT-werkzaamheden. Hiervoor staat hij elke ochtend om 4 uur op. Om 9 uur gaat hij naar school, het Grafisch Lyceum. Na school rust hij eens goed uit. Gaat hij werken bij de Albert Heijn. Hij is niet moe te krijgen. Morgen
En dan gaan we met twee busjes, daar ben ik wel excited voor. Dan gaan we naar Friesland. Friesland. En dat is volgens mij echt iets van 3 uur rijden of zo. Ja, dan gaan we naar een voorstelling over games, of game art. Ik weet nog niet precies, ik heb er niet heel erg in verdiept. Het gaat dus over dat games kunst kunnen zijn, dus game art of graphic en zo. En dan gaan we met de curator praten. Ja, ik erop staat. Oh, ik niet. Er valt een draagje. Hey! Hallo! Hi. Oh, ze is zo hot. Wat kan ik hier nog aan toevoegen? Ja. Ik zou niks meer aan doen, omdat ik altijd dingen verpest als ik het verder ga doen. Ja, precies. Je kan het wel met zwart fineliner nog over. Nee, dat verpest ik juist alles. Oh ja. Hallo iedereen. Ik ben Bart Haan. Ik vind mezelf knapper met zonder bril. I've heard people say that. We zijn nu in Friesland, in Leeuwarden, en we gaan naar het Fries Museum. Oh, sorry, ik stop op je teen. Je kan hier heel erg lekker rustig kijken naar het landschap vooral. Hoe is eigenlijk het landschap vormgegeven in de game? En het loopt dus helemaal tot aan de glazen wand en dan ook nog rechts. Ja, mooi. Volgt de aanwijzing op het kunstwerk dat er best bij past? Dat is de eerste vraag. Dus lukt er geen zweep door de lucht? Dus als jij het vasthoudt, okay. Schrijf ik eerst op. Dan ga ik wel een beetje rondlopen, denk ik. Ja, en praten. Oké. Dit is van Super Mario Bros. Dit is een ander soort kunstwerk. Een virtuele pelgrimage. Ik weet nu niet waar ik het over moet hebben. Nou, dit is vlog nummer 1 over het kunstwerk van de tentoonstelling New Horizons van het Fries Museum. Over het kunstwerk wat je het minst leuk vond. Gerard Groenewoud en Tilly Bell. En dan in bijzonder de melkbussenweg. Ja, natuurlijk is het kunst, anders ging het daar niet. Maar ik weet niet, het sprak me gewoon echt niet aan. Ik word er niet warm of koud van. Ik denk dat dat wel moet gebeuren bij kunst. Maar dat zal er wel aan mij liggen. We'll be right back.
een beetje een goede creatieve onderzoekende designer. Die kan met die waarde hele toffe dingen doen. Focus, focus, jongens, focus!